Aan de Nederheidsweg in Nijmegen is donderdagmorgen een gaslek ontdekt. Omwonenden namen al eerder contact op met de bus om te klagen over de slechte staat van de gasleidingen. Ja, ik vraag me af in hoeverre er nog meer gaslekken zijn. Want er zijn hier, dat kan ik straks ook laten zien, een aantal dode bomen op het terrein. En vaak duidt dat toch inderdaad wel op een gaslek. Dus dat er hier nu bij toeval een gaslek wordt geconstateerd, verbaast me eigenlijk helemaal niet. Want de hele leiding hier op het terrein is gewoon niet deugdelijk. En er moet echt op korte termijn iets aan gedaan worden. Maar Black Vos, eigenaar van de infra hier, die zegt dat het deugdelijk is. Ik snap hem wel, want als ze ergens moeten iets gaan vervangen, dan moet de hele gasleiding vervangen worden. En dat gaat natuurlijk een vermogen kosten. Als het gaat om de hele infrastructuur. En de eigenaar van de infrastructuur is Black Vos, een grote projectontwikkelaar. Die heeft dat in 95, 96 gekocht en heeft inclusief, laten we zeggen, de totale infrastructuur de verantwoordelijkheid. En wat je nu ziet is dat er gewoon geen onderhoud gepleegd wordt en dat de situatie op het terrein redelijk onveilig aan het worden is. Als het gaat om gaten in de weg, als het gaat om illegaal slopen van gebouwen. De eigenaar van de grond, Neerbos CV, probeert de leidingen nu af te stoten en over te dragen aan bijvoorbeeld Liander.